Goedenavond CX-liefhebbers. Dit is het motorblok van de Belgische meneer met driewieler, kitcar, Lomax, Burton, wat het ook mag zijn. En hier kun je duidelijk zien dat de as helemaal kapot is gedraaid. En we weten dus ook wel hoe dat is gekomen. Dit is dus wel degelijk uitgehard, want ik zei dat het niet gehard was. Maar er zat hier dus een lange as aan en die as die op die koppeling was gelast, die foto heb ik gezien, dat was waarschijnlijk niet heel netjes gedaan, waardoor de boel nogal trilde. Dus ik ga dat straks ook nalopen. De kering zit ook niet helemaal op zijn plek. Nogmaals, ik laat dingen zien. Het is niet de bedoeling dat ik er dingen afzeik. Het is niet de originele boutjes. Hij is al los geweest. Rechter cilinderkop hoort waarschijnlijk niet op dit blok. Zijn icoontje. Sorry, neem me niet kwalijk. Ik heb het er al afgestoten, dus ik moet het er straks weer oplijmen. Excuses, maar goed. Speciale oliedruksensor zit erop. Er zit geen radiateur van op. Dat wordt hier niet gebruikt. Even kijken. Schakelpookjes afgezaagd. En de koelvloeistofpijp is ook pleiter. En een paar kleine dingetjes die lelijk zijn, maar goed, dat kan allemaal nog wel achteraf. Wat we gaan doen is die as vervangen. Helaas moet dan de achterdeksel eraf. Waterpompkering wordt vervangen. Aan de voorkant wou je ook nog koppelingsplaten vervangen hebben. En de carburateurs moesten we even nalopen. Voor de rest zal ik een blok voorzien van schone olie en kleppenstellen, distributieketenstellen, standaard procedure. Hij heeft mij verteld dat hij niet lekker liep. En jawel, nee, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Het zijn de Amerikaanse carburateurs. En daar blijft benzine in staan. In dat pijpje daar. Met mijn duim wijs ik hem aan. Dus die zal waarschijnlijk iets verstopt zijn. En er was nog wat. Deze sproeier lag er eigenlijk los in. Dus die, dat, ja, het is niet een echt geregelde sproeier. Maar het is wel een verstuiver in de carburateur, zeg maar. Die lag er gewoon los in. Is ook niet helemaal optimaal. En dan hebben we natuurlijk van deze luchtfilters. En die hebben een tikje gehad waarschijnlijk met vervoer. Ik weet ook niet wat ik daarmee moet. Voor werking maakt het niet zoveel uit. Het zal nog wel doen. Maar goed, gaan de carburateur schoonmaken. Ga ik aan elkaar trekken. En ik had nog iets gezien. Even kijken of jullie mee kunnen kijken. Linker carburateur zit een zwarte rand. En de rechter carburateur zit geen zwarte rand. Je kan het zien. CO2. Even kijken. Onderin zit een zwarte rand en daar niet. Dat wil zeggen dat hij wat plofjes heeft gehoord in de carburateur. Er is wat zelfontbranding geweest en ik snap één ding niet. Normaal gesproken als ik hem stationair afstel staat hij iets hoger. Ik weet niet waarom. Kijk, en hier kunnen jullie ook meekijken. Waarschijnlijk moet ik hem ook even balanceren. Daar zie ik het CO2 gaatje. Ik zal een schroevendraaier aanwijzen. Daar zie ik het CO2 gaatje. Zit er hier nog één? Er zit verschil in sommige carburateurs. En daar zie ik hem niet. Ik zie wel die voorste, maar ik moet die achterste zien. Met andere woorden, het is zwart. Oké, dus we moeten het even schoonmaken. Er zit wel degelijk wat verschil in. Ga ik hier kijken. Hij zit wel gewoon te stelbaar. Hij zit wel goed afgesteld. Dus dat dingetje daar zo kunnen we wel stellen. Gaan we kijken. Wat ik nou doe is, nou is de benzine eruit gelopen hier, dus nou is die droog. En ik had de flotternaalden, heb ik toch ook enigszins wat, ik denk dat ik er voor de zekerheid nieuwe flotternaalden inzet. Ik vond dat ze wel heel erg zwart waren, maar goed, dat is een ander verhaal. Wat ik nu ga doen is dit weer in de week leggen, 24 uur tinnen erop. En natuurlijk gaan we dat wel even uit elkaar schroeven, dekseltjes eraf, alles uit elkaar, rubber eruit. De CO2-afstelling gaat helemaal los eruit. En dan later zal ik deze weer uitboren. Ga ik geen filmpje van maken hoor. Ga ik die weer uitboren. Eruit trekken en schoonmaken. Want dat is wel van belang. Hebben jullie even beeld van dat verhaal? En dat blok. Ze gaan ermee aan de gang. Nogmaals, Lomax. Burton. TVR. Allemaal van die driewieler karretjes. En hier staat ook een icoontje op. Ik weet niet waar het voor staat. Burton. Het zal me wel. Ik heb laatst een linkje op de CX-site gezet. Dan kunnen jullie dat soort auto's terugvinden. Goed, ik ga aan het werk. Ik ben ook al moe, maar goed, ik ga het toch wat doen. Tot ziens allemaal.